George Ezra, Shotgun, hoor je hier. Ja, ben ik weer bang dat hij er doorheen gaat zingen en dat ik weer door hem heen praat. Het viel Het is een beetje een trauma geworden. Je luistert naar Het Wordt Nu Laat. Een nieuwe dag start hier op 2. Met you, Malou. Ze neemt je mee. Het wordt nu laat. De laatste vakantiedag van Kimberly. Maandag is ze er weer, jongens. We gaan tot 2 uur. Gewoon lekker los met mooie muziek. Het vertrouwde. Ja, het is de 24e van september. De vroegste vrijdag hier op NPO Radio 2. En dat betekent dat het weekend is. Ja. Heerlijk. Free Choice Friday. En zoals altijd mag je Jelmer bellen op 0800-1122. Je mag hem appen. Via de gratis Radio 2-app. Spreek iets in, laat iets achter. Nou ja, gewoon een beetje the usual, hè? Absoluut, kom maar door. Goed, voordat we beginnen, vooruit te blikken op de dag die gaat komen, kijken we altijd even terug op de dag voor deze nacht van de nieuwe dag, namelijk gisteren. En in dit geval de uitzending van gisteren. Daar gebeurde namelijk het volgende. Daar heb je als luisteraar, als het goed is, niks van gemerkt. Maar we krijgen tijdens de uitzending altijd waanzinnig veel berichtjes binnen. En die zijn voor 99,9999999% ontzettend lief. Ja. De Radio 2-luisteraar staat tijdens de uitzending heel dichtbij. En ik zou ook eigenlijk niet anders programma kunnen maken dan met deze interactie. En lekker kletsen met mensen, vragen wat je aan het doen bent. Ja, precies. Nu was er gisteren een meneer. En die had het op Jelmer gemunt. Op een hele vervelende manier. Namelijk een homofobe manier. Een manier die je meteen een blok oplevert. En waar ik normaal gesproken geen aandacht aan wil besteden. Maar we hebben het er de hele dag al over. Wij met z'n tweeën. We hebben het besproken om er toch iets mee te doen. We zijn er nu zo'n 24 uur later nog steeds mee bezig. En we vragen aan de luisteraar ook vaak van, joh, wat houdt je bezig? En aangezien dit ons nu op dit moment heel erg bezighoudt, dacht ik, here we go. We hebben het wel even besproken dat we het erover gaan hebben, maar we hebben het er nog niet echt over gehad samen. Nee. Jammer. Wat gebeurde er gisteren? Nou ja, wij maakten natuurlijk gewoon heel leuke uitzendingen. Wat je al zei, de meeste appjes zijn gewoon heel fijn en heel leuk. Maar op een gegeven moment had iemand de behoefte om iets minder lief te doen. En dat was gewoon heel persoonlijk. Dus die stuurde appjes van wat een homo. En stuur die kontenbonker naar huis en dat soort zaken. Mm-hmm. Weet je, dat gebeurt. En wij zitten hier in een hele fijne vibe samen al. Ja. Omdat wij een leuke uitzending aan het maken zijn. En er gebeuren ontzettend leuke dingen. En toch fix je op een gegeven moment op dat wat je in die app binnen ziet komen. Ja. En dat plakt dan aan je. En ik vind dat dan heel moeilijk om dat dan eventjes zomaar even los te laten. Of weer gewoon verder te gaan in die vrolijke vibe waar wij dan in zitten. Ja. Omdat het persoonlijk is. En niet fijn en onaardig. Mm-hmm. Maar weet je, kijk, homofobie, dat maak ik al een tijdje mee. Yeah. Dat is op zich niets nieuws. Dat is in allerlei vormen en allerlei maten gekomen. Mijn hele leven al. Maar zo, op deze manier, had ik het nog niet echt meegemaakt. In de zin van, dit zijn mensen die ik niet ken. Ja. En die mij ook niet kennen of mij niet zien in het echt. Dit gaat puur, zij horen mijn stem op de radio en die pakken dan hun telefoon en hebben dan de behoefte om mij of een heel naar gevoel aan te praten of ik weet gewoon niet zo goed wat daarachter zit. Wat is de emotie die eraan plakt? Word je er verdrietig van? Word je er boos van? Ik heb alles wel een beetje gehad in de zin van in al de tijd dat ik homofobie meemaak. Ik ben boos geweest, ik ben verdrietig geweest. En elke keer dan denk je, nou, en nu gaat het niks meer met me doen. Mm-hmm. Nu is het klaar. Nu ga ik dat gewoon negeren. En is het iets van hun? Is het hun probleem? Ja. Maar dat kan niet. Of ik kan het niet. Of ik weet gewoon niet zo goed hoe dat moet. Dus het kan aan mezelf liggen. Dat weet ik gewoon niet zo goed. Maar het maakt me uiteindelijk dus wel verdrietig. Want gisteren dat ik thuis kwam, ga ik met dat gevoel naar bed. In plaats van het gevoel waarmee wij eigenlijk de uitzending uit zouden moeten komen. Ja. En dat is gewoon in één woord kut. Ja, dus omdat iemand zijn telefoon pakt en jou voor van alles en nog wat uitmaakt. Werk jij niet fijn? Je werk wordt erdoor beïnvloed en je wordt er dus verdrietig van en je gaat gewoon heel kut naar huis. En
hoe is dan de dag daarna? Nou, het is niet zo dat ik dan wakker word en mijn hele dag is verziekt. Maar ik denk dan wel, als ik hier dan in de auto naartoe ga, dat ik dan denk, ik hoop niet dat hij er nu is. Of ik hoop niet dat iemand anders nu die berichtjes gaat sturen. Of ik hoop niet dat andere mensen... Want het is natuurlijk ook zo, op een gegeven moment dacht ik... maar hij typt het. Maar zullen er dan heel veel mensen denken, ben ik dan echt zo... vervelend of weet je, dat soort zaken. Dus je gaat het jezelf ook veel groter maken in je hoofd dan dat het is. En je neemt dat gewoon heel erg mee in je zijn. En daar heb ik gewoon geen zin in. Nee. In de zin van, ik wil niet mezelf iets opleggen om dingen te gaan doen, omdat anderen dat van mij verwachten. Snap je wat ik bedoel? Ik begrijp wat je bedoelt. Het is een beetje een gek bruggetje om nu door te gaan naar een oproep van de Free Choice Friday en zeggen, je mag alles sturen naar Jelmer. Alles is welkom. Ja. Alles is dus niet welkom. Alle normale verzoeken zijn welkom tot 2 uur hier op NPO Radio 2. En zometeen gaan we hier nog heel eventjes... we duiken er nog iets verder in. Ja. Maar eerst 0800-1122. En Fleetwood Mac. Lekker. Dat is altijd een goed idee. Het wordt nu laat op NPO Radio 2. Ik doe heel eventjes een kleine greep in de app. Jammer deed even net zijn verhaal over de uitzending van gisteren. Waar iemand het nodig vond om wat homofobe berichten naar hem te sturen. Wouter stuurt een kattenplaatje, al is eerste. Dat is echt al sowieso. Even kijken. En andere Wouter stuurt, soms doen woorden gewoon wel pijn. Je kunt je ook niet verdedigen tegen een aanval op iets wat nou eenmaal niet een keuze is. En Boertje, het melkboertje, die stuurt, veel sterkte jou, maar kunnen we er vannacht een leuke gay-plaatjes marathon van maken. Hey, alles is welkom, jongens. Lekker. Even kijken. En Emiel, die stuurt, jammer, lekker jezelf blijven. En Ralf stuurt, hey Jelmer, allereerst... Even kijken, waar ben je, Ralf? Oh ja, allereerst hulde dat jullie dit bespreekbaar maken op de radio. Benoemen is juist wel heel belangrijk. Nou, ontzettend lief, iedereen. Echt heel erg lief. Dank jullie wel allemaal daarvoor. Tijdstippen bellen we altijd eventjes met een vriend, een vriendin of een voorbeeld, in dit geval al het voorgaande. We zijn geen uitzondering, jammer is geen uitzondering. Op een willekeurig bericht op Facebook, daaronder staan altijd een tal van haatopmerkingen. Reden genoeg om eventjes Bjarne te bellen. Hij is GZ en mediapsycholoog. Bjarne, goedenavond. Goedenavond. Vanaf de Antillen, hè, geloof ik. Ja, ik zit op Aruba. Oh, wat heerlijk. Heerlijk. Ja. Hey, je hebt net ook eventjes meegeluisterd naar het verhaal van Jelmer, van wat er hier net gebeurde. Maar ja, inderdaad, wat ik ook al zei, open een willekeurig Facebookbericht en daar gebeurt het ook. Jij bent mediapsycholoog. Waar komt dit toch vandaan? Ja, weet je, er zijn mensen in onze samenleving die hebben een manier gevonden om hun frustratie en hun agressie op zo'n manier te uiten. Dat het anoniem kan, dat ze niet gepakt worden en dat ze toch lekker kunnen haten. En ze komen ermee weg. En helaas hebben wij gewoon heel veel van dit soort losers in onze maatschappij leven. Die hun kans dus grijpen om homofobe of discriminerende of seksistische opmerkingen te maken. En dat is kloot of kut, zoals jij het net zei. Mm-hmm. Want ja, je wordt er wel door geraakt natuurlijk. Want het is wel degelijk persoonlijk. Hè? Het raakt je wel persoonlijk. Dus de psychologische term voor deze mensen is ook gewoon losers. Nou ja, dat is mijn term voor die gasten. En ik zeg bewust gasten. Het zijn meestal mannen, hè, of jongens die het doen. Mm-hmm. Het zijn vaak zeer onsuccesvolle jongens die het doen. Die geen werk hebben. De hele dag thuis zitten. En de hele dag naar een scherm zitten te kijken. Zoveel frustratie opbouwen. En dan zien ze iets dat hun irriteert. Vanwege een bepaalde reden. Misschien is deze man zelf homoseksueel. Wilde er niet voor uitkomen. En dan gaat hij haten. Ja. Daar komt het op neer. Hey, jij als psycholoog, hè? Nou, we zeggen net, wij krijgen echt 99,9999 de berichten hier binnen. Nu ook de app ontploft met alleen maar lieve berichten. Waarom is dat ene berichtje van gisteren? Waarom doet dat nou zoveel pijn?
Ja, dat is menselijk, hè. We houden van positieve berichten, we houden van lof. Maar het brein zit nu eenmaal zo in elkaar dat dingen die angst oproepen, of dingen die negatieve emoties oproepen, die wegen dan net wat zwaarder. Dat is een evolutionair iets, omdat negatieve dingen kunnen ook gevaarlijk zijn. Hè. Dus wat hij net zei, misschien kom je hem wel tegen, of misschien is het wel echt een psychopaat. Dus in het brein gaan er dan alarmsignalen af. En dat soort negatieve berichten kunnen daarom ook wel iets zwaarder wegen dan de positieve berichten. Maar het is natuurlijk wel zo dat de positieve berichten ook wel heel fijn zijn. Hè? Dus die zijn ook wel heel erg helend nadat zoiets is gebeurd. Ja. Is het dus zo dat omdat bij zulk bericht je brein eigenlijk een seintje krijgt van wellicht onraad, dat het dus echt, dat je er niks aan kan doen, dat dat dus langer blijft hangen? Begrijp ik dat goed? Ja, precies. Ja, voor hetzelfde geld is het een gevaarlijke gek. Of inderdaad, dan ga je je zorgen maken dat er misschien meer mensen op die manier gaan reageren. Dus dan is het ook wel logisch dat je je daar enigszins zorgen over kunt maken. Kijk, waarschijnlijk valt het allemaal wel mee. Mm-hmm. Het is ook wel vaak een enkeling die dit op deze manier doet. En het zijn ook vaak heel onschuldige jochies die het doen. Hè? Dus ze maken zich heel groot op social media. Hè? Ze zijn heel stoer, ze zijn heel wat. Maar dan wel onder een anonieme vlag. Maar als je ze in het echt ontmoet, dan zeggen ze dat het allemaal een grapje was. En dat ze het niet zo bedoelden. En dat ze het nooit meer zouden doen. Dus dat is ook typisch. Hè? Het is echt het feit dat het anoniem is dat ze het op deze manier, doen. Hoe kan je er tegen wapenen, tegen dit soort berichten, als je ze toch leest? Ja, je kan je persoonlijk tegen wapenen. Hè. Dus probeer je vooral te richten op wat positief is. Mm-hmm. Maar probeer je ook te richten op de zaken waar je wel controle op hebt. Je hebt immers geen controle over hoe mensen reageren op wat je doet, hè, met je werk op de radio. En 99% is positief. Nou, dan kan je ervan uitgaan dat wat je doet ook goed is. En er zal altijd 1% zijn van de samenleving die er geen fan van is, of erger nog, die het echt haat, of die er echt negatief over is. En het is wel fijn voor jezelf als je dat ook wel iets wat leert loslaten. Hè? Dus natuurlijk als je je kop boven het maaiveld uitsteekt, op welke manier dan ook, als je wat bekender bent, of je komt op tv of op radio, dan krijg je kritiek van mensen. Dus het is ook wel goed om te leren dat een beetje los te laten, toch een beetje een olifantenhuid te creëren. En het lekker van je af te laten vlijen. En kijk, als het echt een grens overgaat en het wordt echt dreigend, gewoon meteen de politie bellen. Gewoon aangifte. Dit is ook, dit is gewoon discriminatie natuurlijk. Het is ook gewoon tegen de wet. Hè? Ja. Dat moeten we niet vergeten met z'n allen. Hey, kom jij dit vaak tegen in je werk? Je bent mediapsycholoog. Ja, zeker. Mm. En ook wel in de behandeling van mensen die wat bekender zijn. Hè? Die zijn er vrijwel allemaal mee bekend. Met stalkers, met haters. En die moeten ook allemaal wel echt een manier vinden om daarmee op te gaan. Hè? Dus vaak hebben we een beeld van als je bekend bent. Of, dat is allemaal fantastisch en dat is ook wel leuk. Maar het gaat helaas ook wel gepaard met dit soort negatieve ervaringen. Ja. Er wordt dan wel vaak gezegd, maar jij kiest ervoor om bekend te zijn. Dus dan krijg je dat erbij. Maar dat, ik vind, dat is toch niet zo? Ik kijk ook even naar Jelmer, weet je? Nee. Ik bedoel, moeten wij hier aan wennen? Kijk, wennen is wat anders. En natuurlijk is het niet zo dat als je bekend bent, dat je dat maar voor lief moet nemen. Helemaal niet. Want het is ook gewoon een beroep natuurlijk, radio maken. Mm. En dat moet je gewoon op een veilige manier kunnen doen. Dus we moeten het ook absoluut niet accepteren en tolereren. We moeten ook absoluut dingen tegen blijven doen. Maar helaas is het wel de werkelijkheid dat dit soort mensen bestaan. Ja. Zeggen, Jelmer heeft net eigenlijk voor het eerst ook er iets over gezegd. En er een keer op gereageerd, want meestal reageer je er niet op. Klopt. Helpt dat om te zeggen, dit kwetst mij? Ja, ten eerste vind ik het heel knap hoe jullie ermee omgaan. Ja. Ik bedoel, het heeft geen zin om nog meer haat te gaan verspreiden. Je merkt misschien aan mij dat ik een beetje pissig ben. Omdat, er zijn gewoon heel veel van dit soort situaties. En we doen er eigenlijk ook gewoon te weinig aan. Maar het beste is om gewoon positief te blijven. Dus het beste is ook om op positieve zaken te blijven focussen. Juist wel te benoemen. Ook iemand
echt verantwoordelijk te maken. Hè? En ook gewoon echt aan te spreken op zijn gedrag. Dus ook het onderzoek aantoont dat wanneer je dus massaal iemand aanspreekt op zijn gedrag, dan verandert die meestal ook wel zijn gedrag. Kijk, dat is goed om te weten. Zeker. Bjarne Timone, ik sprak net je achternaam niet uit, maar dat is wel belangrijk om te zeggen. Dank je wel dat je vanuit Aruba aan de telefoon wilde komen. Ja, en we gaan er iets mee doen. Ik ga het zwembad weer in. Ja, lekker man, dankjewel, lekker. Dank je wel. Doei. Ja, mocht je muziek willen horen. Ja, hoeft hier absoluut helemaal niet bij te passen, maar wil je muziek horen? Laat het dan even weten. Je kan appen naar de gratis NPO Radio 2-app. Dit is R.E.M. Oh, life is bigger.